Hey iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben met jou over het eenheidsbewustzijn. Want ik spreek vaak over het eenheidsbewustzijn of ik verwijs er vaak naar in posts of in video's. En dat is misschien wel interessant als je weet wat dat ik met het eenheidsbewustzijn bedoel of wat ze vanuit de hogere gidsen en de realms eigenlijk bedoelen met het eenheidsbewustzijn. Nu, het eenheidsbewustzijn is eigenlijk een stuk het verenigen van het mentale, emotionele, stoffelijke en spirituele lichaam. Dus eigenlijk van je vier verschillende lichtlichamen. En naarmate dat je meer en meer gaat leven vanuit een hoger bewustzijn, en dus vanuit dat eenheidsbewustzijn, dan ga je ook meer eenheid gaan ervaren in jezelf. Omdat eigenlijk alle energieën, dus ook je vrouwelijke en je mannelijke energie, in wisselwerking en in verbinding met elkaar, staan, gebalanceerd zijn en eigenlijk gaan werken in je dagelijkse leven. Eenheid in jezelf, en dus eigenlijk leven vanuit dat eenheidsbewustzijn, is ook alle dimensies waarin dat jij aanwezig bent, of waarin dat een stukje van jou aanwezig is, een stuk van jouw energie, is eigenlijk op één lijn brengen, terug naar je huidige incarnatie, dus terug naar jouw nu, je chakrasysteem uitlenen en eigenlijk je chakras optimaliseren. En dan gaat het niet alleen over de 7 hoofdchakras, maar over de 12 die bij de meeste mensen ondertussen actief is. Maar ook nog met heel veel andere chakras. Op dit moment zijn er 96 vlammen beschikbaar voor de mens om mee te werken. En dat betekent dat er dus ook heel veel meer chakras zijn, waar we op dit moment nog eigenlijk niet van op de hoogte zijn. Nu, op zich is het ook niet belangrijk om dat allemaal te weten, welke chakras er zijn en waarvoor je moet mee werken. Het bewustzijn dat er meer zijn dan die 12, is eigenlijk al genoeg. Nu, wanneer je meer en meer gaat leven vanuit het eenheidsbewustzijn, dan ga je eigenlijk meer en meer alle delen van jezelf gaan integreren. En vooral gaan herkennen dat al die delen er zijn. In plaats van jezelf te gaan verloochenen en de schaduwen die er nog zijn, die te gaan projecteren op anderen. Wat gaat er ook gebeuren? Wijsheden, lessen en uiteindelijk ook karma uit vorige levens. Die worden geïntegreerd en die worden eigenlijk uitgewerkt waar nodig. Dus vooral lessen en wijsheden, talenten, gaven dat je geleerd hebt en ontwikkeld hebt in vorige levens, kun je weer activeren om te gaan gebruiken. En karma, dat je meegekregen hebt of geërfd hebt uit vorige levens, kan je eigenlijk nu volledig gaan uitwerken, zodat ze geen invloed meer hebben op je huidige leven. Nu, het eenheidsbewustzijn wordt ook soms benoemd, of wordt ook soms als het christelijk bewustzijn genoemd. En dat verwijst eigenlijk naar een vijfdimensionaal bewustzijn, en minstens een bewustzijn op 5D-energie, dus qua trilling. En dat is eigenlijk dus een hoger bewustzijn. En dat is niet iets dat normaal is, want dat maakt eigenlijk deel uit van onze genetische structuur. Dus het is wie dat we zijn. En dat maakt ook dat bewustzijn, het hogere bewustzijn, eigenlijk de vier lichtlichamen, dus hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb, mentale, emotioneel, stoffelijk en spirituele lichaam, dat dat eigenlijk ook die lichtlichamen gaat beïnvloeden. Want het bewustzijn is ook aanwezig in die vier lichtlichamen. En dan kan je ook, als je meer weet over de Kabbala en de Tree of Life, dan kan je eigenlijk die vier lichtlichamen ook weer gaan gespiegeld zien in de vier werelden van de Kabbala. Dus je ziet, alles komt altijd terug. En eigenlijk, de Kabbala is eigenlijk de structuur waarop dat eigenlijk onze samenleving, onze maatschappij, ons universum eigenlijk gecreëerd is. Nu, om je nog meer te vertellen over het eenheidsbewustzijn, is het misschien interessant om de vergelijking te maken met het ego-gestuurd bewustzijn, waar dan nu nog de meeste mensen, of heel veel mensen, vanuit functioneren. En in tegenstelling tot dat ego-bewustzijn, als ik het zo mag noemen, is het eenheidsbewustzijn niet gericht op dierlijke instincten, maar gericht op het grotere geheel en dus eigenlijk op de eenheid tussen alles. Waar dat het ego-bewustzijn, dus dat 3D-bewustzijn, hoofdzakelijk functioneert vanuit de nood om te overleven. En dus eigenlijk van daaruit ook gericht is op de persoon zelf en op het hoe kan ik voordeel halen uit, is het eenheidsbewustzijn gefocust op de mensheid als collectief. Nu, hoe kan je dat zien dan eigenlijk in de realiteit? Eigenlijk wel vanuit de 5D-energie. En dus vanuit dat hogere bewustzijn gaat iedereen die dus dat bewustzijn reeds heeft,
ga leven vanuit een geestelijk broeders- en zusterschap met elkaar. En eigenlijk daarom komt dan ook die eenheid naar boven. Wanneer mensen die leven in een hoge bewustzijn geconfronteerd worden met problemen, dan gaan ze eigenlijk die problemen ook gaan aanpakken of gaan bekijken vanuit die hogere energie. Waarom? Omdat het ook je manier van denken verandert. Wat je plots een heel beperkt idee had van welke mogelijkheden er allemaal zijn, komen er plots oneindig veel oplossingen en mogelijkheden tot onze beschikking, waar dat we eigenlijk tot voor kort vanuit het 3D-denken geen begrip over hadden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het referentiekader waarin je kan uitpikken om oplossingen te bedenken, ruimer wordt. Om een andere vergelijking te maken, je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk plots meer licht schijnt in de kamer waar je zit, waar je altijd geleefd hebt. En doordat er plots meer licht schijnt in die kamer, ga je merken dat die kamer eigenlijk ook veel groter is en dat er veel meer in die kamer staat dan wat hij oorspronkelijk dacht dat er in die kamer aanwezig was. Nu, vanuit het eenheidsbewustzijn ervaren we ook een gelijkmoedigere gemoedstand. Je zou kunnen zeggen dat we emotioneel evenwichtiger zijn. En wat betekent, of wat bedoel ik hiermee? Dat is eigenlijk dat je gevoel van eigenwaarde niet meer laat fluctueren of niet meer laat afhangen van wat er in jouw realiteit gebeurt. Je ziet eigenlijk het grotere geheel, waardoor je een stukje ook emotioneel afstand kan nemen van de situatie. Dat noemen ze eigenlijk een soort hogere vorm van onthechting. Omdat je ervaart en weet dat niets is wat het lijkt, kan je ook op een andere manier naar jouw realiteit gaan kijken. Want veel van wat je met je fysieke ogen kan waarnemen, is een stukje een illusie. En zou je eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat het niet echt belangrijk is vanuit een hoger bewustzijn. Het is wel belangrijk om het te erkennen, maar het is niet belangrijk om daar eigenlijk je volledige eigenwaarde aan te koppelen. Waarom? Omdat je, wanneer je leeft vanuit een hoger bewustzijn, ga je ook meer en meer die liefde gaan ervaren, de eenheid aanvaren, en ga je ook gewoon aanvaarden van alles wat er is. Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn wat ze zijn. En het is omdat, afhankelijk van die emotie dat we eraan koppelen, of dat het iets positief of negatief is. Hoe meer dat je leert om vanuit dat hoger bewustzijn te gaan leven, ga je ook meer en meer je het alles kunnen loslaten. In die zin dat je gaat begrijpen dat het niet nodig is om alles met je logische verstand uitgelegd te krijgen. Je gaat ook weten of begrijpen of voelen dat niet alle stappen altijd allemaal duidelijk hoeven te zijn. Slechts enkel de eerstvolgende stap, als je die weet, is dat eigenlijk voldoende. Waarom? Omdat je ook vertrouwt op je gevoel. En je vertrouwt op je intuïtie als een kompas. En dat kompas, dat begeleidt je verder op jouw zielspad. En natuurlijk, naarmate dat je langer ook in dat hoger bewustzijn leeft, ga je ook meer en meer je hogere zelf en eigenlijk je 5D-lichaam gaan integreren in je huidige persoonlijkheid en dus ook eigenlijk in je aardse lichaam. Je zou zelfs kunnen zeggen dat iemand anders wordt. Maar eigenlijk is het niet zozeer dat je iemand anders wordt, maar eigenlijk word je gewoon meer en meer de echte jij. De ware essentie die jij eigenlijk altijd al bent geweest. Alleen hadden we zoveel ballast meegenomen uit vorige levens, uit familielijnen, uit dit leven, terwijl we opgevoed of aan het groeien waren, aan het ontwikkelen waren, overtuigingen en systemen vanuit de samenleving, vanuit de maatschappij waarin je leeft. Dat allemaal maakte dat we eigenlijk door het bos de bomen niet meer zagen en eigenlijk niet meer goed weten wie dat we werkelijk zijn. Dus denken, overtuigingen en gedachten, eigenlijk zijn allemaal waarneming, allemaal energie dat je kan gaan besturen. Dus dat wil zeggen dat je dat ook kan gaan veranderen, dat je er invloed op hebt. En hoe meer dat je hogere gedachten en hogere emoties hebt, en dat bedoel ik eigenlijk die trillen vanuit die hogere 5D-energie en nog hoger, hoe meer dat je ook gaat balans gaan creëren in jouw zijn. Waardoor dat je in je dagelijkse leven ook meer en meer die innerlijke rust gaat gaan ervaren, ongeacht van wat er gebeurt, ongeacht van hoeveel drama dat er rondom jou gaat gaan gebeuren. Nu, het is belangrijk om ook mee te geven dat die 5D-emoties heel veel kracht hebben. Denk maar aan vriendelijkheid, liefdevolle vriendelijkheid, niet vriendelijkheid met een heleboel verwachtingen eraan gekoppeld, maar een heleboel voorwaarden.
Maar echt, liefdevolle vriendelijkheid vanuit het ik wil het jou gewoon geven. Aanvaarding, genade, begrip, gerechtigheid, mededogen, aanvaarding, zoals ik eerder al gezegd heb. Dat zijn eigenlijk allemaal emoties die horen tot dat hogere bewustzijn. En hoe meer je die emoties ook gaat gaan belichamen, hoe meer je ook gaat leven vanuit dat hogere eenheidsbewustzijn. Hoe meer je ook gaat gaan zijn vanuit dat hogere bewustzijn. En dat maakt natuurlijk dat jouw omgeving jou niet altijd zal begrijpen. Zeker als zij zelf niet het pad van bewustwording aan het bewandelen zijn, zal je wel hier en daar met tegenkanting en opmerking te maken krijgen. En daarom is het soms ook raadzaam om ervoor te kiezen om op bepaalde momenten niet te reageren op reacties van anderen. En dus eigenlijk jouw emoties niet te uiten tegenover anderen. Maar ook hier volg je intuïtie, want eigenlijk jouw intuïtie ga je altijd vertellen wat het beste is in die situatie. Verder, wanneer je eigenlijk op pad loopt van bewustwording, van die ascensie, wanneer je meer en meer gaat gaan leven van dat eenheidsbewustzijn, dan weet ik uit ervaring dat het vaak verwarrend is. Omdat je niet goed weet wat er aan de hand is. En in het begin kan het soms zelfs gebeuren dat je het gevoel hebt dat je gek aan het worden bent. Want uiteindelijk, je volledige leven is aan het verschuiven naar een andere dimensie. Waardoor dat lijkt alsof je hele wereld ineens stort. En in het begin ga je misschien ook alleen maar nog de dingen zien die verkeerd gaan. Maar weet dat in alle dingen die verkeerd gaan, er ook een zegen zit. Ook een les zit. En onthoud ook dat uiteindelijk als je een nieuwe woning wil gaan bouwen en er staat nog een oude woning op, dat je eerst die oude woning moet gaan afbreken om een goede fundatie te hebben, zodat je nieuwe woning niet ineenstort. En ook zo is het eigenlijk een stukje wanneer je op pad van bewustwording loopt. Je moet eigenlijk een aantal overtuigingen die je hebt, dat je had, gaan afbreken, gaan herbekeken, gaan herevalueren, zodanig dat je dan weet van welke passen er nog bij jou, welke passen er niet meer bij jou. Nu, ik liep het pad van bewustwording al een tijdje voor jou, en ik weet ook wat je een stuk te wachten staat. Niettemin is ieders ontwikkeling anders en individueel, maar er zijn toch een aantal rode draden in te herkennen. Nu, door de connectie die ik heb met mijn gidsen en de lichtwezen in de hogere realms, kan ik jou ook bijstaan op je pad. Dus heb je het gevoel dat je vastzit of dat je niet goed weet wat er aan de hand is, voel je dan vrij om contact met mij op te nemen en dan kan ik jou weer op weg zetten. Nu, ook omwille van het feit dat er heel wat komt kijken bij het ontwaken, maakte ik een e-book over het eenheidsbewustzijn. En dat e-book omvat onder andere meer uitleg over de integratie van het eenheidsbewustzijn. Ik heb ervoor gekozen om dat e-book te koop aan te bieden in combinatie met een reading, een transformatiesessie en een channeling. Waarom? Omdat ik jou zo goed mogelijk wil helpen in jouw ontwikkeling. Ik wil dat jij het beste leven, de hoogste versie van je leven gaat gaan leven. En dat je niet alles zelf moet gaan uitzoeken. Daarom sta ik in een e-book ook bijvoorbeeld stil bij het proces waarbij dan van een ego-gestuurd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn gaan, wat eigenlijk het eenheidsbewustzijn is. Ik vertel je over die verschuiving in dat bewustzijn, maar ook over hoe dat vroeger was, hoe dat we eigenlijk gekomen zijn tot waar we nu zijn, wat je kan verwachten in de toekomst en wat dat uiteindelijk het doel is van die bewustwording, van die ascensie. In dat pakket ga je ook nog healingen en visualisaties ontvangen die je ondersteunen in je zielsgroei. Zoals bijvoorbeeld eenheidshealing, de healing met de violette vlam, aanpassen van grondingskoorden en nog zoveel meer. Die zijn nog niet allemaal volledig afgewerkt, maar daar zijn we hard mee bezig en aan het werken in samenwerking met mijn gidsen. Allemaal om jou eigenlijk zo goed mogelijk doorheen deze transformatie te laten gaan. Nu, dat is eigenlijk hetgeen wat ik wou meegeven in deze video. Ik let er ook altijd op dat de video's niet te lang zijn. Maar mocht je vragen hebben, wil je pakket bestellen, dat kan gemakkelijk via mijn online agenda of stuur me gerust een mailtje via het contactformulier op mijn website of via de linkjes die je hieronder deze video vindt. En dan kijk ik wel op welke manier we kunnen samenwerken en wat dat jij op dit moment in jouw proces en jouw groei nu nodig hebt. Zo, dat was voor nu. Ik hoop dat ik jou weer iets bijgeleerd heb en jou weer een stukje op weg geholpen heb. En dan zie ik jou snel terug in een nieuwe video. Dag!